Dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Misschien wist je dat nog niet, maar naast een klap van de molen kan je ook een slag van de klepel krijgen. René Keerman kan hierover meespreken. Hij liet in 2014 een volledige bijaard gieten, waarbij elke klok zijn persoonlijke signatuur heeft. En daarmee begint René zijn verhaal. Dit gesprek is opgenomen met mondmasker. Dat maakt dat het voor René niet makkelijk spreken is en het dempt ook wat de stemklank. Graag uw begrip. Goedemiddag. Het betreft hier mijn mobiele bejaard dat ik laten gieten heb in 2014. Wat was eigenlijk mijn bedenking of mijn gevoel daarbij, laat het mij zo zeggen. Ik heb dat laten gieten als een erfstuk van mezelf en van mijn vrouw. Mijn ouders zijn er dus opgenomen in geboortedatum en sterfdatum. Ook mijn schoonouders. Kinderen hebben we niet. Dan heb ik ook mijn Hanse gedachtegoed, dat speciaal in het leven was, daar laten opzetten in Latijnse spreuken. Onder andere ook de landen waar ik van hou, Engeland, Frankrijk. Dan gedachten dat ik heb willen bereiken in mijn leven, door werken en zoeken naar alles en nog wat. Ja. Er zijn 49 klokken dus die gegoten zijn. De 35 die ze dus die verschillende Latijnse spreuken opstaan. Van de ma, doe voor dan werkt. Ik zal maar zoiets zeggen. Dat staat er voor, dat is heel typisch. Dat ik zeg, kijk, voilà. Dat was een typisch zegde van. Of het gevoel van mijn schoonvader. Ik zie dan altijd nog zijn vestje eten en zo. En de graadjes afpeuzen en afleggen. En dan zeg ik eigenlijk, iedereen creëert zijn eigen geluk. Dat is het ook op vertaald. Dat is, van mezelf is het, als je iets wil bereiken, kun je dat. Dat is nil voluntibus ardum. Dat is als je iets wil bereiken, en voilà. Dat is zo'n beetje het gedacht van mijn bejaard. Ik heb hem laten gieten in 2014 bij Petit en Fritsen, die een Nederlandse klokkengieter was, in 1660 uit Frankrijk gekomen. En dat kun je ook zien goed op mijn klokken. De Fries is het dus, dat is de rond in Franse Lady. Daarboven heb je dan de Engelen in Fries, omdat ze ook katholiek waren. In Nederland speelde nogal wat rol, want je had protestantse klokkengieters en je had katholieke klokkengieters. Die zetten dat erop. En dan daartussen al die namen en die spreuken in het Latijn. Wat heb ik dan ze dus daardoor bereikt, door dat te laten gieten? Ik had hier contact met de Brusselse Klokspelvereniging. Vooral dan in die moment, Frank de Leu heeft zijn oor te luisteren gelegd. Wat was dat? Wat is dat? Hoe ziet er dat uit? En had direct wel gezien, we hebben hier een mogelijkheid bij dat we niet alleen hier de bejaard in Brugge hebben met vaste klokken, maar we kunnen ook eventueel op tour gaan. En ik kijk, voilà, het is een speciale markt of het is dat of dat. En we hebben dan over al vorig jaar het idee gekoesterd om zo denk je moeten de randgemeente van Brugge bezoeken, nog voor de coronacrisis. Tuurlijk, we hebben nu 2020 de coronacrisis gekregen, waar natuurlijk de bijaard altijd kunnen voort blijven spelen is, omdat dat de man is die in de toren zit. Maar natuurlijk, we hadden geen evenementen niet meer, wat we publiek onder de Halletoren of bij de Halletoren konden laten toelaten. Wat hebben we dan dus nu op het augustus zegt, we hebben een hele moeilijke periode. Niet kunnen bereiken tegen, want dat is ook wat dat wij willen doen. Ik ben ondertussen ook dan voorzitter geworden hier van de Brugse Klokkenspelvereniging. Wij willen iets geven aan de Brugse publiek. Dus de bejaard is de stem van de stad en dat willen wij uitdragen. Dat is eigenlijk, laten we zeggen, een beetje een nieuwe uitdaging voor ons. De bejaard moet een bejaard worden voor iedereen.
En dan heb ik gedacht, god ja, heel de woonzorgcentra zijn ook enorm getroffen geweest, enorm geïsoleerd. Laten wij een keer met die klokken naar de woonzorgcentra komen. Want dat zijn allemaal Bruggelingen die goed weten dat, of die goed die klokken nog herkennen, van op de markt te komen en zo, maar dit niet meer kunnen. En nu zijn we hier een tournee aan het doen van 9 verschillende woonzorgcentra in het Brugse met een concert, van dus de mobiele bijaard. Tuurlijk, ja, het geeft daar het een en het ander bij te zien. We hebben vervoer nodig, we hebben een camion nodig. Het is ook een speciale bijaard in die omstandigheid dat die bijaard hier, een normale, of ik zal het anders uitleggen, een normale bijaard wordt dus aangevoerd of aangeslegen met een stokkenklavier waar de draden aan verbonden zijn. En die draden, ze dus naar de klokken en naar de klepels, dan ze dus slaat de bijaard hier op de toetsen en heb je het klokkengeluid. In die bijaard hier gaat het volledig elektronisch. Dat zijn impulsen die gegeven worden en die dan ook ze dus, die klokkengeluiden produceren. Met het voordeel dat we hier kunnen de speeltafel een heel eind wegzetten van de klokken. We hoeven hem niet direct bij de klokken te houden en dat geeft natuurlijk ook veel mogelijkheden. De bijaard zelf bestaat uit 3 modules, elk van ze dus een kleine 1000 kilo, waar ze dus de klokken in hangen, die we dan ook natuurlijk kunnen in grote liften, in casino's of in schouwburgen mee op ze dus scène zetten. Wat dat dan natuurlijk met de gewone vaste bijaard onmogelijk is. Dus wij kunnen hierin het klavier en de klokken, laat het mij zo zeggen, de klokken en ze dus heel de bijaard meer bekend maken met het publiek. Mensen zien altijd of horen altijd in de toren de klokken spelen, maar zien nooit de interactie van de bijaardier op de speeltafel zelf. En dat is natuurlijk wel nu heel leuk, dat mensen, oh ja, dat is zo en zo en zo. En die werkt ook met zijn voeten. Hij moet kijken, hij moet spelen met zijn twee handen, met zo'n, toch iets heel speciaals. En verder trachten wij nu, na deze rondrit naar de 9 woonzorgcentra, hem verder uit te dragen dan in concerten op de Binnenkoer of op de Markt in Brugge of in het Brugse. Dus hij staat eigenlijk ten dienste van de Brugse bevolking. Ik ben altijd wel een klokkenfanaat geweest. Ik ben geboren van Oedelem. Hier in Brugge geboren, sorry. In Brugge geboren, maar dus altijd in Oedelem gewoond. En wij waren de noordelijke richting van de kerk van Oedelem gelegen. Laten we zeggen, vogelvlucht 3,5 kilometer. En als de wind zuidwaarts kwam, konden wij heel goed die klokken horen. En ik hoor dat nu nog altijd, als ik in mijn ouderlijke thuis kom, dat ze dus het geluid, en dat heeft mij altijd zeer geïmpressioneerd, laat het mij zo zeggen. En beetje bij beetje was ik over een jaar of 10 in Engeland, in een tuin van de National Trust. En daar hadden ze een heel klein bijaardje die speelde. En dat vond ik zo fantastisch. En ik ben eigenlijk begonnen dan met 2 klokken te kopen in een Engelse klokkengieterij in Whitechapel in Londen. En heb die aan hun huis bevestigd. Natuurlijk, met 2 klokken kun je een grote melodie spelen en dan begint het. Dan hadden we een hele tekening laten maken. Een bijaard heb je nodig minimum 23 klokken om een volwaardig bijaard te zijn. Hadden we heel die constructie laten uittekenen tegen mijn gegeven van mijn huis. Maar natuurlijk, de aannemer, de timmerman geraadpleegd en die hadden gezegd, dat komt niet goed, onmogelijk. Tussen was ik ook verder gaan zoeken, wat zijn er mogelijkheden? En was ik op de bijaard gekomen, of de mobiele bijaard van Frank Steins. De man van het orkest van André Rieu. En die had ze dus het systeem ontworpen dat je het elektronisch laat bedienen door aanslaggevoelige hamertjes. En dat is mijn idee geweest. Ah, nu weet ik het. Ik heb die bijaard, of we hebben die bijaard laten heden, maar in plaats van aan mijn hevel te hangen, gaan we hem mobiel installeren. Natuurlijk met veel meer mogelijkheden, dat we natuurlijk kunnen rondgaan overal. Ik hoop de mensen daarmee te plezieren. Mijn bijaard kan ik natuurlijk buiten zetten, maar je staat natuurlijk altijd binnen. Ten eerste, hij moet
toch op een bepaalde temperatuur ook kunnen blijven. Hey. Kan niet in vorst of zo. Hey. Je moet een goede temperatuur hebben. Staat altijd bij mij, heb ik een redelijk grote garage, dat kan ik herbergen. Natuurlijk, het vervoer is wel een zeer groot probleem. Hey. Je moet iedere keer een camion huren, of ja, je moet zelf een camion aankopen, maar je moet daar ook plaats aan allemaal voor hebben. Dat zijn modules van iedere keer 1000 kilo. Je moet een camion hebben met een laadbrug die zeker 1500 kilo kan laden, want anders, ja, als je laadbrug dat niet aan kan en er gebeurt, ja, ze kan het gewicht niet blijven torsten, ja, dan gaat hij wel naar beneden met alle gevolgen van dien. Ook, ja, voor bepaalde plaatsen, zeker als wij hem moeten, we kunnen hem ook van de camion nemen, dus hij moet niet op de camion blijven, want bijvoorbeeld in Brugge staat hij dan op de binnenkoer van de Galletoren. Want dat is natuurlijk een ondergrond met kleine kasseitjes. Dus de hobbelende bewegingen die je daardoor hebt in je bijaard, de klokken komen los. Je moet speciale planken vloer voorleggen voor hem binnen te rijden. Er is nogal wat werk aan. En natuurlijk, ja, het zijn modules van 1000 kilo. Daar doe je het zo niet. Wat hij wil, je moet altijd met een paar man zijn of een paar nog redelijke sterke mannen voor ze voor hem in bedwang te houden op een manier. Kost natuurlijk wel wat centen, maar je moet het zo zien. Ook natuurlijk een meerkost om de elektronica die daar bij is. Maar ik bekijk het zo. Natuurlijk, klokken zijn grote. En als je daar verstandig mee omgaat, is dat zeker voor 300-400 jaar goed, de klokken zelf. Natuurlijk, de elektronica zal wel. Dat zal natuurlijk nog wel veranderen. Maar ja, het is ook iets enigs dat je hebt. Laat ons zeggen, hier in België, bij mij weten is het praktisch een van de enigste. En dan dus hier met Frank Steins, Nederland. Hij was hier vorig jaar voor een concert te geven, tezamen met mijn bijaard en de bijaard van de Galletoren. We hadden 139 klokken. En de uitspraak was van Frank Steins: er zijn er maar twee die een lichte slag van de klepel gekregen hebben. Dat was eigenlijk heel plezant. En die natuurlijk, Frank Steins doet dat mee op tournee met André Rieu. Iedereen heeft hem al aan het werk gezien daarmee. Dat is wel jammer. Wat wij nu ook doen, en dat is de eerste keer dat we dat hier op deze locatie Hallenhuis gepresenteerd hebben. We hebben ze dus een bestuur van de Brugse Klokkenspelvereniging. En we hebben een lid die ook doedelzak speelt. En dat is ook met de bedoeling naar de toekomst toe van ook met meer andere instrumenten optredens te doen. Bijaard is heel mooi, maar natuurlijk, een uur aan een stok, wordt dat natuurlijk wel een beetje, soms een beetje wat langdradiger. En met een keer een doedelzak erbij, of een keer een accordeon of zo. En dat is nu de bedoeling, voilà. Het meer een beetje voor iedereen te maken, voor het publiek. Ik heb natuurlijk wel beginselen van kerkorgel een beetje geleerd. Ik kan daar ook wat op tokkelen. Maar natuurlijk, ik zelf ga me niet wagen aan hier een heel concert te geven. Ik moet ook zeggen, bejaardier. De Brugse Stadsbejaardier werd Bert Loot. Natuurlijk, dat zijn muziekleraren. Die mensen hebben dag en nacht muziek gestudeerd. Hebben natuurlijk meegedaan aan wedstrijden. Zijn daar ook al 40 jaar, of Frank de Leu misschien het 50 jaar mee bezig. En hebben natuurlijk dat opgebouwd. Voor mij is het ook het, natuurlijk, ik heb het graag voor mezelf, maar ook voor het publiek te amuseren. Voilà. Dus we komen eigenlijk uit de horeca en we hebben enorm veel cliënten al bijna 50 jaar dus kunnen bedienen. En het is een plezier voor een geste te doen naar die mensen dan ook weer terug. Hier ook in Hallenhuis. In Hallenhuis waren er heel wat mensen die ook bij ons over de vloer kwamen. En als ze dan nog een keer zeggen, oh, wat verdoor die, René, wat heb jij nu? Dat is wel heel plezant. Dat is wel heel plezant. Ik weet niet als ik het kan problematisch noemen, maar je hebt natuurlijk bepaalde bejaardiers die bejaarden, de originele bejaarden van 100 en 200 jaar terug, zien als enige bejaarden, die het niet zo hebben voor de elektronica. Maar ik ben van principe, we leven in 2020 en alles evolueert. Ik heb natuurlijk respect voor hun,
Maar ze moeten ook kunnen begrijpen dat er een evolutie is en dat er andere mogelijkheden zijn. Wat je ook hebt bijvoorbeeld met een elektronische bejaard, dat je zelfs nog vlugger kunt spelen of met een gewone bejaard. Omdat die interacties, dus die impulsen, kun je nog veel vlugger overgeven of met een gewone bejaard. Natuurlijk, dat was ik eigenlijk wel een beetje vergeten. Wij kunnen met die bejaard spelen op 1 en we kunnen naar een regeling gaan naar 120. Als je bijvoorbeeld voor zulke groep mensen speelt, het kan vooral als je wat dichter staat, te luid zijn. Je kunt hem verstellen. Je kunt hem ook laten gaan. Ze dus veel luider laten spelen. En dat is natuurlijk, dat is ook heel typisch aan dat systeem van bejaarden. Dat je dat nog meer kunt doen. Of dat je dat een grote bejaard doet. Je kan niet een heel concert spelen op het maximale geluid in de bejaardtoren zelf. Dat is praktisch onmogelijk. Maar hier is dat natuurlijk, je moet er niet voor harder kloppen of zachter kloppen. Dat gaat hier zo vanzelf. Het gaat dus puur om de afregeling en de hardheid waarmee getikt wordt. Dat is de hardheid waarmee getikt wordt. Je kunt hier hard slaan. En je hebt het luidje niveau 1, maar ik kan hem regelen met dezelfde kracht dat je slaat, dat je het geluid 120 hebt. Het verschil, als je op 1 staat, kun je geen interactie hebben. Het gaat altijd op 1 klinken. Als je veel hoger gaat, dat je veel meer interactie krijgt. Dat is natuurlijk. Want hier hebben we hem. We hebben altijd gespeeld op een geluidsniveau van 30. En hier hebben we hem verhoogd naar 120. Naar 50. En we hadden algemeen het beeld. Het klinkt beter omdat ze dus de stille en de luidere toon beter uit elkaar getrokken werden. Het is altijd aangenaam het geluid te kunnen ervaren. Het grote plezier is, we hebben daar al heel wat verschillende bejaardiers op gehad. Het is iedere keer anders. Mijn grootste plezier was hier het plezier dat er mensen aan beleven. Het plezier dat we kunnen geven. Dat is het grootste plezier.